Nou, hij heeft nou al, ze heeft nou al de... Oké, goed. Je hoeft me echt allemaal niet te gaan vertellen wat je... Vertel gewoon wat je ziet. Ja. Niks meer, niks meer. Je moet er eerst in zitten. Want ze zitten nou al in. Het ritueel gaan we proberen. Haal er maar even. Mensen, geen correcties aan die lijn geven. Lijn is werklijn. Ik vind sowieso niet dat je dat moet doen. Dat is mijn mening. Maar werklijn is werkleiding. Hoe meer je daarop corrigeert, hoe minder je spoordrift van je hond wordt. Kijk maar of het lukt. Dus noods ga ik even, hou ik de lijn vast voor je. Ga het maar inspecteren. Iets met steadiness. Gaan we gaan beoefenen. Goed, hè? Het staat op beeld. Alles wat tegen je gebruikt. Dat bedoel ik maar. Inspecteer je hem met zicht op je hond. Even heel overdreven op je knieën erbij. Je moet een diagnose stellen, hè? Hè, welke kant gaat hij op? Wat zie je? Op nou, klaar. Juist. Zie je ook het zweet nog? Wat zie je nog meer? Heel goed. Mooi. Achterkant? Nee, daar ga ik helemaal niet van jou vragen. Okay. Hoeft niet. Ja, hij gaat die kant op. Prima. Kom je terug. Normaal had je hond nog gezeten. Ja. Laat hem maar met de neus erin gaan. Het is een wissel, hè? Hier zo. Laat ze denken. Als hij zo naar rechts gaat, is dat natuurlijk. Weet je het nog? Geef hem maar een draag. Normale lijnen weer op.